bij de nieuwe weekreading. En deze week is de volle maan natuurlijk gelijk vandaag aanwezig. En de volle maan van vandaag staat in het teken van vechten met jezelf. Dus als je het niet eens bent met jezelf op bepaalde front of je gevoel en je gedachten zijn het niet eens. Of je hebt het gevoel dat je op een kruispunt staat en je weet niet welke kant je moet kiezen. Dan gaat dat vandaag meer omhoog komen. Dan gaat dat deze week ook meer omhoog komen. En ga daar eventjes meer last van hebben met als doel eigenlijk om daar goede stappen in te zetten. Dus niet het is na vandaag opgelost of zo. Zo werkt het überhaupt niet als jullie dat nog niet doorhebben. Maar het is deze volle maan wel een hele fijne energie om aan de slag te gaan met dat knokken met jezelf. En daar een doorbraak in creëren en daar in ieder geval een stap verder in komen. Dus wat ik je ook vandaag met name aan wil raden, en dat mag de rest van de week ook, is eens eventjes de tijd nemen als je zo'n innerlijke discussie hebt met jezelf, over je ex bijvoorbeeld, of over werk, of over je huis, of over je kinderen, of over jezelf, je persoonlijke ontwikkeling, maar gewoon even van je af te schrijven en ook echt te werken met een lijstje, een verhaal over de ene keuze of de voordelen van de ene keuze. En de nadelen van die ene keuze. En de andere kant echt het uitwerken wat die andere keuze is, de voor- en nadelen daarvan. Zodat je ook het heel even van jezelf afschrijft als het ware. Want dat kan vandaag enorm helpen. Voor de rest is deze week daar nog steeds een beetje omheen. Alleen er zit één ander thema als het ware bijgeplakt. En dat is het thema wat is van mij en wat is van de ander. En het heeft ermee te maken dat we de afgelopen weken toch als het ware met onszelf zijn bezig geweest, energetisch gezien, en dat is niet erg. Maar daardoor niet helemaal opgelet hebben op de energie om ons heen. En ook wanneer je een gevecht met jezelf hebt en bijvoorbeeld onverwerkte emoties hebt, ben je ook gevoeliger voor de energie van de ander. Dus het verdriet van de ander, de negativiteit van de ander. En daar zitten we nu als het ware een beetje in. Dus het wordt deze week ook een hele belangrijke week om jezelf met enige regelmaat af te vragen. Is dit wat ik van voel nu van mij of van de ander? En dat gaat met name vanaf woensdag een beetje starten. Dus nu eerst even aan de slag en aandacht besteden aan de twee strijden in jezelf. Zodat je daar je rust in kunt vinden. En dan vanaf woensdag aan de slag enige regelmaat die vraag stellen. Is dit wat ik voel van mij of van de ander? Zodat je daar meer grip op kunt krijgen en hier niet zo heel veel last meer van hoeft te hebben. Want hoe meer je die vraag stelt, hoe meer het verschil ook gaat voelen en hoe meer je bewust het antwoord gaat voelen van waar het vandaan komt. En wanneer iets van een ander is, kun je het teruggeven aan de aarde of aan de engelen. Of het gewoon van je af laten glijden of zelfs teruggeven met een grote dosis liefde erbij. Dan kun je het alleen al in jezelf denken van ik geef dit terug aan de persoon waar het bij hoort met een grote dosis liefde. En dan werkt dat ook al, überhaupt het besef werkt al. En als het van jezelf is, is dat natuurlijk een teken dat je aandacht aan jezelf mag gaan besteden. En aan je emoties gaan besteden. En dat je daar eigenlijk niet meer rond meer mag lopen. In de zin van door mag lopen en jezelf daarmee tekort doen. Qua edelstenen van de week wil ik eigenlijk aanraden om er zo min mogelijk mee te doen. Dat hebben jullie me nog niet vaak horen zeggen, misschien nog wel nooit horen zeggen. Ik zou met de volle maan hooguit een maansteen dragen. En als je echt eventjes in een dip komt door die negatieve energie van anderen, draag dan een toermelijn bij je, een zwarte het liefste. Maar het allerliefste deze week even niets om tot je eigen energie te komen, wat deze week ook heel erg goed kan. De grootste fout die je deze week kunt maken, alhoewel fouten bestaan niet, is dat je deze week heel erg intensief anderen gaat helpen. Je hebt deze week jezelf eigenlijk gewoon echt nodig. En als jij dus al je energie in iemand anders gaat stoppen, dan zul je merken dat je deze week minder lekker in je vel komt te zitten. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Dus doe je hier jouw ding mee. Met name word je even bewust van en accepteer dus wat er komt en wat je van jezelf voelt. En dan komt het helemaal goed. En wens ik jullie voor nu een hele fijne dag toe.